Ik heb aardig wat pickaxe intussen voor ons. Ik zal even vooruit je spullen in de bovenste doen. En koolstof in de oven. Kijk, hier is toch een mooie storage om te beginnen. Ja, prima. In de bovenste kist heb ik... Oh, dit is wel mooi. In de bovenste kist, nice. In de bovenste kist heb ik wat spulletjes van jullie gestopt. In de tweede kist komt kobbel. En de derde kist komt hout. Ja. Oké. Okay. Gesorteerd hout. En de vierde kist komt al het eten. Ah. Oké. Okay. Ja, eten en is een prioriteit. Ja, zeker. En kolen ook. Outside. Wat ben je aan het doen? Wie? Nick net. Even kijken. Pijltje. Oh, nu. Net hoorden jullie bij mij mee zacht praten, omdat ik mijn hoofd een beetje aan de kant doe, omdat mijn microfoon super dik in de weg staat van mijn toetsenbord. Dus jullie horen mij even zachtjes, of zonder popfilter, omdat ik om de microfoon in probeer te kijken. Je moet hem ook niet recht voor je zetten, grapjas. Ja, maar ik heb een kleine stand en anders past hij niet. Ah. Oh, dat was mijn eerste half hartje. Hij is toch weer bijgegooid, dus dat is mooi. Waarom krijg ik geen kool? Ik vind ook, ik heb ook moeite met kool vinden. Nee, maar ik bedoel niet kool, ik bedoel flint. Gravel. Oh, onderste, wat was die onderste kist? Oké, ik heb gravel. Gravel. Nee, ik bedoel glint. Ja, zo is het duidelijker. Nu staan nog signs op. Ik vind het best wel leuk geworden, dit. Het ziet er mooi uit, dat sowieso. Heel knus. Knus. Ja, maar dat is wel zo. Hier moeten we lang voor blijven. Ik heb één flint en die flint is necessary voor een... Is het al bijna een dag? Oh nee, dus nacht. Laten we maar niet naar buiten gaan, want dan is het seizoen voorbij voor mij. Ja, dat lijkt me niet handig. Zo. Uiteindelijk je hele trading post met villagers en alles. En dan opeens boom dood. Of net voor de end dood. Of in de end voor de platform verkeerd gespannen, dan flikker je eraf. Ja, dat is lullig. We zitten al op 41 en we moeten naar 12 ongeveer. Maar gaan we door met dit patroon, dat is wel mooi, want hier kan je makkelijk op de trap lopen. Eigenlijk zouden we hier stairs moeten maken. Ja, omdat we dan Nu krijg je food eraf. Waarom denk je dat ik hem 3 hoog maak? Voor de stairs. Precies. Gewoon omdat je het grappig vond. Nee. Een witch buiten. Nee, dit is echt het slechtste geluk wat we hadden kunnen hebben. Oké, er zit een witch buiten in het water. Oké, die witch negeren. Ja, maar hij negeert ons niet. Nee, maar ga gewoon niet naar buiten dan. Ja, maar hij staat voor de deur. Kijk hè. Daarom hebben we deuren, die kun je dicht houden. Oh, daar. Hey. Ja, maar we moeten toch naar buiten. Als jij doodgaat, hè. Oké, zal ik even proberen een kip te laten uitkomen? Ja, maar je hebt eerst een hoppel nodig. Ja, we kunnen hem toch gewoon eerst laten groeien. Ja, maar hoe wil je hem daarna goed krijgen? Op de hoppel? Ja, oké. Okay. Ja, nee dus. Ja, okay, dan wacht ik even. Ja. Ik denk dat we hier nog 2 van die storage dingen naast moeten maken, of niet? Dat mag jij bepalen. Ik denk het wel. Dat is wel mooi eigenlijk om zoveel storage te hebben. Ik heb een mooi idee. Een leuk idee, denk ik. Oh ja, trouwens, ik heb food nodig. Ja, ik ook, maar je moet niet gaan... Kijk, je moet niet kijken wat jij aan het doen bent, dus jij loopt de hele tijd die trap op en neer. Ja. Snap je? Dus wij hebben nu geen food en waarschijnlijk de komende episodes nog steeds niet. En even een afspraak, elke episode is 10 minuten. Okay. Precies 10 minuten, dus echt gewoon, maakt niet uit of je nog midden in de war bent, 10 minuten is het max. Dan is dat gewoon duidelijk, niet dat ik bijvoorbeeld een half uur doe en jij maar 5 minuten. Okay. Ongeveer 10 minuten dan? Nee, gewoon 10 minuten. 10 minuten, niet meer, niet minder. Oké,
Anders dan loop jij bijvoorbeeld op een gegeven moment voor op de rest. En je moet niks kunnen spoileren. Mm-hmm. Stel van jij gaat net bij 10 minuten of bij 10 minuten 20 ga jij dood. Mm-hmm. Dan heb jij voor jou die aflevering. Vind jij dat niet erg om die spoiler erin te laten dat jij doodgaat, maar de rest weet dat nog niet. Oké, okay, klopt. Doen we. Hé, okay, dus hey, maar even kijken. Ik heb nu... Ah, wacht eens even. Ik heb 5 armen. Ik ben die cave ingegaan, wat niet zo slim is van me. Is hier een cave? Ja. Ik ga hem even afsluiten, denk ik, want het is heel veilig. Nee. Ik zie hier lava in de buurt. Dan ga dat niet naar. Dan ga dat niet. Ga probeer geen lava of zo te pakken in een bucket of zo, want daar hebben we nu nog niks aan. Nee. En ik vind water als het goed is. Water bij lava is heel goed. Makkelijker dan teleporten. Maar daar gaan we op dit moment nog niet zo heel veel aan denken. Ik denk dat we eerst gewoon de eerste prioriteit. Is dit 12? Nee, is sorry. Dus sloeg mij wel 2 hartjes. 15, 14. Ik wil eigenlijk dat het... Yes. Pas op, onder ons is bijna lava, dus... Wacht even. Niet daar zomaar naar binnen springen. We gaan eerst even de omgeving ontkennen. Ontkennen? Ga je de omgeving heel af? Nou, fijn dat jullie de omgeving gaan ontkennen. Dat is erg prettig om te weten. Niet dat je daar een mob spannen of zo zit. Dat wij nu in een soort van... Ja, dat er net een mob naast zit. Daar vanaf komt. Ik ga de watersos proberen te blokken als je dichtbij zit. Hanneken. Moet ik proberen blokken, te zwemmen? Niet, probeer maar. Ja, een heks. Ja, okay. Buiten ja. Pas op, Nick, je gaat echt binnen. Oké, okay, cool. Diamond in de sky. Oh, nee. Echt waar. En echt. Shine bright like a diamond. Yay. Diamond. Hoe heet dit? Mijn kijkers zijn dat niet zo leuk, want al mijn gasten zingen altijd. Al mijn gasten zingen altijd. Dat is Diamonds cool. Are forever. Piep, zo'n dikke piepje rommel zetten ze. Of je aan het schelden bent. Je kan het trouwens niet hakken met stone, hè? Dat weet ik, maar hier zit ook iron. Nee, ik ga het risico lopen om... Kijk, dat zit een miljoen iron per vierkante centimeter en ik ga het wagen bij lava. Ja, maar dus dat maakt het hardcore niveau leuk. Nee, juist niet. Je moet op het begin juist zo min mogelijk risico nemen en dan pas risico nemen. Nee, ik ga shiften. Succes met doodgaan. Oké. Okay. Ik dacht even, dat staat bij mij server saved word, maar ik dacht even dat toch in de chat kon staan. Tansioneer burn to death. Oké. Okay. Of try to swim in lava. Wat krijg je? Oh ja, als je in de lava doodgaat, maar als jij door het vuur daarna doodgaat. Oké. Zullen we die witch proberen te pakken, Robin? Ja, maar als ik dood ga dan. Moet hem toch killen. Ja, we gaan met z'n tweeën, dus... Ik zou het niet proberen als ik jullie was. Ik heb haar al dood. Ik helemaal niet proberen als ik jullie was. Hij is er al... Hij is al overleden. Hij is inmiddels overleden. Oké, ik heb nu in totaal 3 kipjes. We moeten meer hebben. En snel. Ik ga wat hout hakken voor dit huis, want ik wil het huis... Tenminste, ik wil dit seizoen wel een beetje mooi krijgen. Oké, okay, dat is goed. Dan ga je. Je zit hier toch. Je moet daar toch veel tijd doorbrengen in die kamer, snap je? Ze kan je beter meteen mooi maken dan op episode 100 miljoen. Oké, prima. Maar ik ga halen. Even wat te eten zoeken eigenlijk voor ons. Zijn allemaal waarschijnlijk al dood, want zoveel minuten leven wij helemaal niet. Nee. In het echt ook niet trouwens. Mm-hmm. 100 miljoen minuten. Er zitten maar 2000 seconden in een half uur, dus... 100 miljoen. Ja, daarom. Hé, hey, een konijn. Jij bent natuurlijk meteen. Robin begint meteen met alle flora en fauna van deze hele omgeving uit te moorden. Leuk toch?
We zijn toch op survival, we moeten toch eten? De wildernis in brand gestoken. Jee! Dat is een ander filmpje, Silas. Zo echt zo Robin met de film, dat is die. Oh, die was echt erg. We hebben de hele